Het personeel van goldmaatschappij Rosebel Gold Mines heeft de werkzaamheden vanmorgen weer hervat, zegt Otmar Biswane, de woordvoerder van de Rosebel Gold Mines werknemersorganisatie, in een gesprek met onze redactie. Zaterdag werd het werk neergelegd uit ontevredenheid over de gang van zaken binnen de organisatie. Recentelijk werd duidelijk dat de Surinaamse mijn door moederbedrijf IAM Gold zal worden verkocht aan zijn mining group, aan Seeing Mining Group. Biswane merkt op dat de leden vandaag zijn toegesproken door de vakorganisatie. Het wachten is nu op antwoorden van de directie over de toekomstperspectieven. De verschillende afdelingen en de werkzaamheden zijn vanmorgen weer hervat. En morgen krijgt het bestuur dan antwoorden op de vragen die eerder gesteld waren door het bestuur. Krijgt het bestuur de antwoorden op papier van de directie. De mensen zijn niet verhit, ze waren gewoon teleurgesteld. Maar hoe zaken lopen, maar zijn wel niet, verhit. Alles is vreedzaam verlopen. De actie was gewoon een vreedzame actie. Biswane zegt verder dat er deze week een persconferentie zal worden belegd door de bond. Het bondsbestuur heeft eerder vragen aan de directie van de Gold Multinational gesteld over diens rechtspositie in verband met de nieuwe ontwikkelingen. Het bestuur had die vragen al eerder gesteld aan de directie. Ik hoop dat het wel naar tevredenheid is. Want anders gaat het bestuur dat ze dan weer moeten beraden wat de volgende stappen zullen zijn. Biswane merkt verder op dat er geen gebaar vanuit de regering is gekomen. In een memo van het bedrijf, welke ATV onder ogen heeft gekregen, heeft de directie gesteld dat zij teleurgesteld is in de werkneerlegging van werknemers op de verschillende afdelingen. De leiding heeft de werknemers toen verzocht het werk te hervatten.